we staan nu op Adventure Avenue. En vanaf Adventure Avenue kom je eigenlijk binnen op Central Square. En op Central Square is eigenlijk het plein, het middenplein. En vanaf daar kan je de vier werelden ontdekken die we hebben. En daarachter zit ook nog de dedicated outdoor mainstage. Hardstyle, urban, live, techno, guilty pleasure. Waanzinnige shows en grote artiesten. Op dit festival is altijd iets spannends te ontdekken. Het weekend van Wish Outdoor. Nou, we hebben vier werelden hebben we natuurlijk gemaakt. Dit is de Urban Paradise. Het is eigenlijk een beetje de wereld waar je, nou ja, zoals de naam het al zegt, alles vindt met betrekking tot urban. Zo hebben we de Cherry Art Club hebben we hier. Met name als Busy en Katnuff en ook een beetje de opkomende talenten. Maar daarnaast ook Smerig, wel bekend natuurlijk in de regio ook. En die hosten zoals vorig jaar, hosten die het dit jaar weer. Dus die zijn er altijd als vrienden van de show weer bij. En we hebben de Gardens of Life. Daar vind je dus eigenlijk, zoals de naam alweer zegt, een beetje de grote poptempel. De Grand Theater vind je daar. We hebben ook een speciaal biercafé. Dan kun je gewoon eigenlijk weer wat chillen. Gewoon lekker biertje drinken en genieten. District Overdrive, dat is wat meer het hardere werk. Dus daar heb je echt de hardstyle liefhebbers. Heb je daar met dit jaar de Bunker als nieuwe area. En dan hebben we tot slot La Favela nog. Dat is een beetje de tropische wereld, zoals wij het zeggen. Met, nou ja, Villa Ananas. En daarnaast Woodstock en Dansen Grietje en Nachtcollege erbij dit jaar. Dus dat zijn een beetje de werelden die we hebben. Vertel eens over het programma. Ja, de Opposites is natuurlijk wel echt gewoon de grootste naam die we hebben. Dat is wel de headliner, zoals wij dat dan noemen. Maar daarnaast, in de tempel zelf staan natuurlijk Antoon, Suzanne en Freek, die namen. Qua hardstyle heb je natuurlijk weer een beetje de Sick Modes, de Rulers, dat soort namen. Die heel erg groot zijn. Maar zo hebben we eigenlijk in elke wereld wel wat. Alleen de indoor area is wel echt de area waar zeg maar de grootste namen staan. De bands ook vaak, die komen met de meeste mensen ook. Dus dat is ook altijd wel het meeste gedoe om te regelen, zeg maar allemaal. Dus die staan daar. En hoeveel bezoekers verwacht je dan in totaal door het hele weekend heen? Ik denk dat wij in het hele weekend ongeveer 65.000 man ongeveer verwachten. Dat zou mooi zijn. Dus ja, daar gaan we eigenlijk wel voor. Het opbouwen van het terrein een hele klus. Nog last van de warmte gehad. We zijn eerder begonnen, omdat dan inderdaad om 7:00 ochtends begonnen en tot 8:00 s'avonds door. Ja. Ja. En moet er nog veel gebeuren voor het weekend? Ja, je hebt eigenlijk altijd zo'n dagen voor show, moeten er nog heel veel dingen last minute geregeld worden. Maar dat maakt het ook wel weer heel leuk. Ik begreep eigenlijk gisteren dat we, nou ja, dat we echt super goed lopen. We hebben natuurlijk vorig jaar deze opzet neergezet. En ja, dit jaar is dezelfde opzet eigenlijk opgepakt. Natuurlijk nog wel een aantal kleine wijzigingen. Maar je merkt gewoon wat we het vorig jaar zo hebben neergezet. Dat het dan dit jaar ook ja, niet makkelijker, maar dat mensen beter weten waar ze moeten zijn. Dit jaar geen camping. Waarom? We hebben natuurlijk heel veel mensen hier die ook uit de buurt komen, dus dat scheelt. Dus je zal zien ook in het weekend hoeveel fietsen er staan. Dat zijn er aardig wat. Daarnaast hebben we natuurlijk met touringcars, maar ook met pendelbussen naar Eindhoven en noem het allemaal. Hebben we eigenlijk alles gewoon strak geregeld, waardoor iedereen natuurlijk weer veilig naar huis kan komen. Nou ja, er zijn natuurlijk wel een aantal mensen die me heel erg missen. Ik denk dat het voor sommige mensen ook wel een ervaring was. Dus dat vinden we ook heel jammer om die mensen teleur te moeten stellen. Maar helaas kunnen we natuurlijk niet altijd iedereen in die zin tevreden houden. Dus we hebben wel geprobeerd om met die mensen gewoon goed contact te houden. Dus ik hoop dat mensen ook zo ervaren hebben. Ja. 15 jaar Wish, toch een beetje speciaal. Nou, ten eerste natuurlijk is 15 jaar eigenlijk best wel heel lang voor zo'n groot festival. Wij vinden het zelf ook altijd wel heel mooi om te zien hoe het natuurlijk begonnen is. Heel lang geleden met echt één simpel podium en waar dat nu tot uitgegroeid is natuurlijk. Daarnaast hebben we natuurlijk ook met name als de Opposites proberen we daar een speciaal tintje aan te geven. We hebben twee unieke eindshows die in mijn ogen verreweg het beste zijn van alle 15 jaren die we gedaan hebben. Met ook een speciale knipoog natuurlijk naar het 15-jarig jubileum. Dus zodoende zie je eigenlijk wel veel dingen denk ik terugkomen tijdens het weekend dat wij een verjaardag aan het vieren zijn. Ja. Ja, we hebben 15-jarig jubileum. In principe is de basisopzet van het terrein inderdaad hier met Adventure Avenue, Central Square en de werelden is in principe hetzelfde. De mainstage ook. Maar de mainstage wordt natuurlijk elk jaar compleet nieuw ontworpen. Dus dat is in ieder geval een hele grote verrassing die nog gaat komen. En we hebben een aantal nieuwe areas, zoals het Nachtcollege, Hard Techno, de Bunker, de Mill Lions en... We hebben Dansen Grietje ook een grotere area. Dus we proberen in dat opzicht wel echt naar nieuwe kansen te kijken die passen bij het crossover festival dat we zijn. Ja. 15 jaar jubileum. Als afsluiter een grote verrassing. Oh, dit is glad ijs hè dit. Groots. Avontuur natuurlijk. Ja, indrukwekkend. En ja, misschien iets anders dan normaal, denk ik. Ietsje anders dan normaal.